Welkom bij Eureka. Hoe prettig zou het zijn als u vanaf nu weer de volledige controle heeft over uw erectie? Eureka stelt u in staat om te kunnen genieten van het samenzijn en de intimiteit die daarbij hoort. Geen zorgen over vacuümverlies, urineverlies en u kunt zelfs een vrije zaadlozing krijgen indien u hiertoe in staat bent. Eureka voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen en bevat de volgende onderdelen. De handleiding, een etui, een vacuümcilinder, de klemring met pomp inclusief regelaar, een voorzetring, een stopje, een rekband en de medische KY-gel. De klemring en het bijbehorende pompje zijn de belangrijkste onderdelen. Het garandeert de erectie en geeft u de vrijheid te beginnen en te eindigen wanneer u wenst. Als de rode stip aan de onderkant van de regelaar te zien is, blijft de lucht in de klemring. Door de regelaar op de pomp te gebruiken, verkleint u de opening van de klemring, waardoor het bloed niet kan terugstromen en u uw erectie behoudt. Voordat u gebruik maakt van Erecta is het belangrijk om lange haren in uw schaamstreek te verwijderen. Gebruik eventueel een elektrische trimmer om de haren te verwijderen. Pak de pomp met de klemring en plaats deze over de elastische rekband. Bevestig de rekband om uw middel, haak de gesp in elkaar en plaats de pomp zijwaarts. Smeer het gebied rond de penis in met KY-gel. We raden u ten sterkste aan geen vaseline te gebruiken. Vaseline beschadigt de rubbers. Bij een kleiner formaat van de penis kan het prettiger aanvoelen wanneer men gebruik maakt van een elastische voorzetring. In dat geval dient men de binnenkant van de elastische voorzetring van wat gel te voorzien. Alvorens deze over de slappe penis wordt geschoven. Voorzie de klemring van KY gel aan zowel de binnen als buitenzijde. Plaats de ring over uw penis en houd het uiterste puntje van uw penis vrij. Om er zeker van te zijn dat het vacuüm in de cilinder blijft, smeert u KY gel op de manchet van de cilinder en onder het rubberen sluitlipje. U kunt de pomp eenvoudig met één hand bedienen. Draai de regelaar altijd met de klok mee. Plaats de cilinder over uw penis en sluit het rubbertje af met uw duim. Het kan voor sommige mannen moeilijk zijn om de kleine opening in de cilinder met het rubberen sluitlipje af te sluiten. Om die reden is er een stopje bijgesloten. Om het vacuüm in de cilinder te creëren, gebruikt u de knop op het membraan en pompt u op en neer. Binnen een minuut zal zich een complete erectie vormen, waarover u zelf de volledige controle heeft. Bij een langere inactieve periode adviseren we driemaal daags een erectie in de cilinder tot stand te brengen. Dit is noodzakelijk om de zwellichamen weer in conditie te brengen. Heeft u een volledige erectie, dan kunt u beginnen met het pompen van lucht in de klemring. De omklemming van uw penis zorgt ervoor dat de erectie gegarandeerd behouden blijft. U kunt het rubberen lipje op dit punt loslaten en de cilinder verwijderen. Mocht u nog in staat zijn een vrije zaadlozing te krijgen, dan is dit met recta mogelijk. Zet de rode stip op de regelaar naar boven en de lucht zal uit de klemring verdwijnen. De omklemming van de penis mag maximaal een half uur duren. Hierna dient u een tussenpauze aan te houden van circa 15 minuten, zodat het bloed ter plaatse kan verversen. Het is belangrijk om de urecta apparatuur schoon te maken na elk gebruik. Doe dit bijvoorbeeld met behulp van een grote kom en vul deze met warm water en een paar druppels afwasmiddel. U kunt de rekband als geheel in het water plaatsen. Spoel de rekband goed af en hang deze ergens te drogen. Nadat de rekband is opgedroogd, rolt u deze op en kunt u het opbergen. Het is voldoende om de voorzetring te reinigen met warm water. Droog de voorzetring af met een handdoek. Plaats het gele pasdopje in de voorzetring om zo de vorm te behouden. De klemring is volledig luchtdicht. Spoel de klemring af met warm water en droog deze af met een handdoek. Draai de bedieningsknop op de pomp met de rode stip naar boven en zet de zuiger omhoog. Dit is een luchtpomp. Het is om die reden belangrijk dat er geen water in de pomp komt. Houd uw duim op de ventilatieopening en was de pomp af met een washandje. Droog de pomp vervolgens af met een handdoek. Het is ook belangrijk om de cilinder te reinigen, zowel van binnen als van buiten. Let op dat er absoluut geen water in het membraan komt. Houd het membraan naar beneden. Was de buitenkant van de cilinder af met een washandje. Zorg ervoor dat het membraan naar boven staat en reinig de binnenkant van de cilinder. Plaats een washandje op een lange steel waarmee u de binnenzijde van de cilinder kunt schoonmaken. Zorg ervoor dat u alleen de binnenkant van de cilinder en niet het membraan schoonmaakt. U kunt de binnenkant van de cilinder op dezelfde manier droogmaken zoals u het ook heeft gereinigd. Om alles in de tas te organiseren doet u het volgende. Plaats het stopje in het zijvak van de tas. Plaats de rekband en voorzetring in de cilinder. Plaats de medische KY-gel niet in de cilinder. Dit kan het rubber beschadigen. Plaats om die reden de KY-gel los in de tas. Plaats de cilinder en de handleiding in de tas. Ten slotte plaatst u de pomp met de rode stip en de zuiger omhoog, plus de klemring in de tas. U kunt nu uw Urecta veilig en gemakkelijk met u meenemen. Urecta: de beste oplossing bij erectieproblemen.